Een wat vreemd beeld gisteravond in de Gentse uitgangsbuurt Overpoort in Gent. Een koppel, acteurs, hebben hun salon op straat gezet en nodigen de studenten uit voor een kop thee. Op die manier willen ze de studenten duidelijk maken dat er ook mensen in de buurt van de Overpoort wonen en dat ook hier nachtelijke overlast niet kan. Onze vuilnis, je mocht dat niet namens ervoor buiten zetten. Nee, dan wordt er gevoetbald. Ja. Met de zak. Ja. Lastig. Ja, dus dan moeten wij wel zo ons wekker zetten. Merkwaardig is dat het de studenten zelf zijn die nog het meeste last hebben van het lawaai. Vaak na het uitgaansleven gaan de mensen passeren aan ons kot. En dan hebben wij vaak geluidsoverlast. En dat is niet zo plezant. Deze studenten letten er dan ook op als ze zelf naar hun kot terugkeren om stil te zijn. Ja. We proberen meestal. Ja. Dus, we zijn veel respect aan voor mensen dat al aan het slapen zijn en dat niet uitgaan. Wie nu nog voor overlast zorgt, zal de gevolgen ervan moeten dragen. We gaan altijd uit van het goede van de mens, maar we moeten blijven sensibiliseren en informeren. En als het echt de spuigaten uitloopt, dan handhaven. Maar ik hoor toch ook van de buurt dat het toch wel al veel beter is dan vroeger. Tot slot nog een tip voor als je je kot niet meer haalt. Het is niet oké, maar plas dan wild tegen een boom en niet tegen een hevel. Want als dat stinkt, jongens.